Goedenavond, welkom bij Ter Zake. De koning luistert, wikt en stelt aan. Twee liberalen, Patrick de Waal en Sabine Laruelle. Pieter Jan de Smet volgde het komen en gaan aan het paleis de hele dag. Schooldirecteuren slaken een noodkreet. Het werk groeit hen boven het hoofd. Heel het onderwijs is een risicoberoep eigenlijk. Leerkracht, directie, iedereen ploetert. Ze zetten hun zorgen uiteen in een brief aan de minister van Onderwijs, Ben Weitz. En het Verenigd Koninkrijk gaat streng selecteren wie zich nog in het VK mag vestigen. Daarbij vallen ook EU-burgers uit de boot. The system that we are introducing is about the brightest and the best. We want to encourage people with the skills, the right talent to come to the UK. And we do want to end and reduce the level of numbers of people that have been coming to the United Kingdom with low skills. Het is woensdag 19 februari. Dit is Ter Zake. En weer heeft de koning verrast. Vanavond heeft hij beslist om Kamervoorzitter Patrick de Waal van Open VLD en Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle van MR de Arena in te sturen. Pieter Jan de Smet staat al de hele dag bij het Koninklijk Paleis, waar het een komen en gaan was van partijvoorzitters, tot dus vanavond de beslissing viel. Pieter Jan, goedenavond. Ja, Laruelle en de Waal, hoezo, waarom? Ja, Annelies, dat mogen we toch wel zien, omdat de politieke crisis bijzonder ernstig is. We zijn nu toch al bijna een jaar, nog geen jaar, maar toch bijna een jaar na die verkiezingen. En er is nog geen enkel uitzicht op een regering. En dus de koning kon eigenlijk geen stap verder zetten. De relaties zijn zodanig verzuurd, zitten zodanig moeilijk, dat er twee mensen aan zet zijn gebracht om de zaak te laten afkoelen, om proberen terug de rust te doen weerkeren. Vanavond reden Patrick de Waal en Sabine Laruelle hier het paleis binnen, toch wel met bedrukte gezichten, want een gemakkelijke opdracht is dat niet. De relaties zitten zeer moeilijk. Wat later is ook de koning hier vertrokken. Ja, de man kan ook wel wat rust gebruiken natuurlijk. Het is zo dat het er voor België zeer moeilijk uitziet op dit moment. En dat weet de koning maar al te goed. Maar betekent dat dan, Pieter Jan, dat op dit moment weer alle pistes open liggen? Ja, er zijn geen pistes, maar tegelijkertijd worden ook alle pistes opengehouden. PSNVA, dat wordt niet compleet uitgesloten. Het is de vraag, zal CD&V toch N-VA loslaten en eventueel een Vivaldi-regering vormen zonder N-VA. Maar er duiken ook nog andere verhalen op. Bijvoorbeeld Joachim Koens, voorzitter van CD&V, die kwam vandaag met het verhaal van een regering zonder de PS. Ik denk dat we dat even in grafiek kunnen laten zien. Dat zou dan eigenlijk de Zweedse partijen zijn. Die zijn natuurlijk afgestraft bij de verkiezingen. En die zouden dan aangevuld worden met SPA en CDH. Maar daarvan, CDH, de Franstalige Christendemocraten, zien dat al absoluut niet zitten. Ze zeggen dat is geen werkbare meerderheid. Dus er doen allerlei scenario's de ronde, maar het loopt allemaal vast eigenlijk, zonder resultaat. Joachim Koens kwam hier daarnet toe aan het paleis deze middag, want de koning heeft heel wat mensen gesproken vandaag. We hebben hem even aangesproken daarover. Meneer Koens, goeiedag. Wat gaat u vertellen aan de koning? Dat zal ik straks aan de koning zeggen. Ik zal horen wat u vraagt natuurlijk. Blijkbaar denkt u over een coalitie zonder de PS. Ik ga aan de koning verslag uitbrengen van mijn gedachten op vandaag. En dat zal dan aan het staatshoofd zijn om het vervolg te bepalen. Maar klopt dat een regering zonder de PS? Denkt u daar recht over? Wij denken aan alle mogelijke oplossingen voor het land, uiteraard. Dan heeft u wel CDH nodig en zij zien dat niet zitten. Dat kan allemaal, maar ik ga daar nu niet verder over uitweiden. We hebben onze standpunten al bekendgemaakt en ik ga nu aan het staatshoofd beantwoorden op zijn vragen. Sluit u uit dat u in een regering gaat zonder Vlaamse meerderheid? Ik heb daar al voldoende keren over herhaald en ik zit niet op een paardenmolen. Nee, maar sluit u het dan uit? Ja, hij wilde daar duidelijk niet op ingaan op jouw vragen. Om bij jouw laatste vraag aan te haken. Denk jij dat het mogelijk is dat CD&V beweegt richting een regering zonder N-VA? Dat is de vraag. Hier en daar wordt verwacht dat CD&V op een gegeven moment
toch dat zal doen om over te gaan om een regering te kunnen vormen zonder N-VA dan, met geen meerderheid aan Vlaamse kant. Maar de partij wil dat absoluut niet gezegd hebben. Ze blijven herhalen dat ze ook een meerderheid willen aan Vlaamse kant. Maar dat scenario, die Vivaldi zonder die meerderheid, dat sluiten ze ook niet helemaal uit. Ze zeggen nooit, we gaan dat niet doen. En we hebben het nogmaals een paar keer aan meneer Koens gevraagd en eigenlijk willen daar niet heel concreet op antwoorden. We gaan daar ook nog eens naar kijken. Heeft u meneer Magnet nog gehoord in de afgelopen dagen, ook na die Instagram-story waarin dat meneer Geens werd doodgeschoten? Ja, ik heb hem niet meer gehoord of gezien, nee. Dus er is een ernstig vertrouwensprobleem op dit moment? Met dit verhaal, ja. Verwacht u een signaal van hen? Dat zou een interessante piste kunnen zijn. En ondertussen doet men ook voort in de Kamer met bijvoorbeeld ethische dossiers waarvan men weet dat ze voor ons zeer gevoelig zijn. Dus als men zo verder doet, men doet maar het is niet meer aan ons. Afkoelingsperiode zal welkom zijn als je het zo bekijkt. Want de menselijke relaties zijn niet meer wat ze geweest zijn, lijkt het. Nee, zoals we het zo net ook hoorden zeggen door Paul Magnet, zitten die menselijke relaties heel moeilijk bij de PS. Had men echt gehoopt dat Koen Geens alle scenario's zou verkennen om ook een regering op de been te brengen zonder de PS. Dat heeft hij onvoldoende gedaan, vinden ze bij de PS. Paul Magnet heeft ook dat Instagram-bericht gedeeld waarin Koen Geens werd neergeschoten. En dat is allemaal moeilijk gevallen, ook aan de andere kant. Bij CD&V zijn ze absoluut niet gediend van de houding van Paul Magnet. Dus die menselijke relaties, dat maakt het allemaal niet gemakkelijker. Dan zijn er natuurlijk de fricties rond de ethische dossiers bij CD&V dan vooral. En ondertussen bij Open VLD, de aanloop naar voorzittersverkiezingen. Hoe beïnvloedt dat eigenlijk al die informatiegesprekken? Heb je daar een idee van? Ja, de situatie bij Open VLD maakt het natuurlijk niet gemakkelijk. Want er zijn spanningen tussen de partijen, tussen de Franstaligen en de Nederlandstaligen, binnen de taalgemeenschap, maar dan ook nog eens binnen de partijen. Weet dat binnen Open VLD er aanhangers zijn van een scenario paars-groen uitgebreid met CD&V. En dat er ook zijn die zeggen, ja, we moeten ons toch wel echt bij N-VA blijven aansluiten. Nu, Egbert Lagaard heeft in het verleden die plannen om een regering te vormen zonder N-VA, ja, daar toch wel zwaar kritiek op gehad. Hij is een van de kandidaat-voorzitters. En Bart Tommelijn heeft hem daarover aangepakt in een debat op LN54, dat vanavond wordt uitgezonden op de Franstalige televisie, maar waar we nu ook een fragment van kunnen tonen om toch wel aan te geven hoe ook die spanningen binnen de partijen zitten. Maar mijn fractie zag inderdaad die nota Magnet niet zitten vorig jaar. We hebben toen namens de fractie met de partijvoorzitter erbij. Dat was een nota die veel te rood en veel te groen was. En daar heb ik mij toen tegen verzet. Een project dat vanuit het centrum vertrekt en dat liberale accenten heeft. Ja, we gaan gewoon geen exclusieven maken op dit moment. De situatie is veel te ernstig. Dat zeg ik niet dat het zo moet eindigen. Er zijn nog andere oplossingen dus ook. En laat de koning doen en laat onze twee onderhandelaars doen. Dat was ook geen ontwerp van akkoord. Dat was een informatienota. Ja, het was wel een vrij uitgebreide informatienota. Maar sinds wanneer moeten informatienota's beoordeeld worden op onaanvaardbaar, afaanvaardbaar? Een opdracht die een informateur krijgt, ja, is kijken wat kan, wat niet kan. En ik heb het altijd fout gevonden van daar notas van te schrijven die dan kunnen afgeschoten worden. Ik stel ook alleen maar vast dat je een heel grote tegenstander was van Paars-Groen. Hmm. En dat je nu plots toch wel een vrij grote voorstander bent van Paars-Groen Plus. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Paars-Groen was niet met SPA en niet met Groen. Nee, en als het niet, zal ik heel duidelijk en over als zijn, ik nu hoor zeggen van, ja, we gaan voor Vivaldi, dan is dat toch met groen en met rood. Nee, dat is totaal onjuist, Bart. En ik zal daar heel duidelijk over zijn. Vivaldi is absoluut niet mijn voorkeursscenario. Mijn voorkeursscenario is dat we N-VA en PS in één regering krijgen. Dat is heel duidelijk. Maar ik vind dat we de informateurs... En ook in de oppositie Ik vind dat we onze twee onderhandelaars... Twee onderhandelaars moeten hun werk kunnen doen. En daarom ga ik geen exclusieve stellen. Dat is het enige. Maar ik ga niet gaan pleiten voor Vivaldi. Een fragment van bij Ellen van Katre. Ja, Pieter Jan, en nu? Hoe lang hebben La Ruelle en De Waal nog eigenlijk?
Zeker nog tot 9 maart. Ze kunnen zo proberen om de relaties wat af te koelen. Er komt ook een vakantie aan, dat kan ook nog helpen. En misschien nog één detail. Het is ook voor het eerst in de geschiedenis van het Koninklijk Paleis, volgens ook de informatie die ik van hier krijg, dat een vrouw aan zet komt. En wie weet kan dat ook nog eens een verschil maken in deze politieke crisis. We zullen zien. Wie weet. Dankjewel, Pieter Jan. In een open brief aan minister van Onderwijs Ben Weitz roepen 27 schooldirecteuren om hulp. 20 miljoen besparingen dit jaar in combinatie met een lerarentekort en al maar bijkomende taken en verwachtingen maken het onmogelijk het werk vol te houden. Ze schrijven: het ziekteverzuim en de burn-outs nemen toe. Vervangers zijn niet beschikbaar, waardoor de uitdagingen op minder schouders terechtkomen. Kortom, een vicieuze cirkel. Einde citaat. Help, met andere woorden. Stijn Valk. Damesrugby op het Sint-Jan Bergmans College in Westmalle. Ze rukken goed op, hè? Dit zijn voor Erik van Uffelen de leuke momenten als directeur. Kijken naar zijn scholieren die er vol levenslust stevig invliegen. Maar al snel is het terug naar de harde realiteit, eenzaam op het bureau. De directeur is bezorgd, voor zichzelf en zijn school, maar ook voor heel veel andere scholen in Vlaanderen. Ik ben een bezorgde directeur omdat ik zie dat er op dit ogenblik een aantal zaken samenkomen die ons echt naar de keel grijpen. Overal hoor ik diezelfde klachten van directeurs die collega's zien uitvallen. Zo begeesterde collega's die het niet langer houden en dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Minder collega's moeten dan nog meer werk gaan opnemen, waardoor er nog meer uitvallen en er is geen vervanger die klaarstaat. Het uitvallen van leraren is het gevolg van de toenemende eisen en vragen die gesteld worden en het feit dat je daar niet meer de tijd en de energie hebt om daar rustig aan te kunnen beantwoorden. Men vraagt meer en terecht meer, maar men geeft minder. Dat is niet houdbaar. Dat is echt niet houdbaar. Anne Wouwman is al bijna een jaar thuis, gekraakt door haar job. Ze was directeur in een basisschool. 6 jaar lang met veel goede wil, maar niet langer dan dat. Nee, absoluut niet meer. Nee, nooit meer. Nooit meer. Nee. Je moet al heel erg idealistisch zijn om als directeur nu te willen starten. Ja, absoluut. De man van Anne is wel nog directeur in een andere, kleinere basisschool. Gelukkig een man van vele talenten. Met een man komt ze niet zelden naar huis dat hij zegt van ik heb weer alle lampen moeten vervangen of een beamer moeten herstellen of de een vooruit helpen met een computer of het wc met zijn handen in het wc gezeten om te ontstoppen of alleen zo van die dingen. Of de kelder die blank staat en waar hij een dompelpomp voor moet gaan halen zodat het leeggepompt kan worden. Zo van die zaken allemaal. Het takenpakket is veel en veel en veel te groot. En dan zeggen ze wel, ja, maar je moet delegeren. Aan wie? Aan wie moeten we dat delegeren? Je kunt niet eindeloos klassen bij elkaar zetten. Je kunt niet eindeloos vragen aan collega's om overuren te blijven opnemen. Want dan gaat men zichzelf forceren. En dat is de situatie die er nu is. Klassen zijn veel te groot. Er zijn klassen waar ik van weet nu die mij voor wiskunde met 5 trajecten zitten. Dus 5 verschillende manieren van. Voor 1 persoon alleen is dat veel te veel. Je kunt niet, die kunnen dat ook niet opvolgen. Dus het is in het algemeen is het onderwijssysteem niet oké. De kritische ondergrens is zeker bereikt. Eigenlijk zitten we er al onder, daar ben ik echt van overtuigd. Ik hoor collega's zeggen, ja, ik heb iemand aangenomen
Ik denk niet dat het de beste kandidaat is, verre van, maar dan staat er toch iemand voor de klas. Dat is eigenlijk niet correct. Dat is niet goed. Minder immigranten en betere migranten. Dat wil de regering Johnson van het Verenigd Koninkrijk realiseren met een nieuw immigratieplan. Concreet de invoering van een puntensysteem gekoppeld aan strikte voorwaarden. Daarmee vervult Boris Johnson de belangrijkste pijler van zijn Take Back Control-programma sinds 2016. Zelf bepalen wie wel en niet welkom is in het VK. Willem van Mullum. If we vote Leave on June the 23rd, we can take back control of £350 million a week and spend on our priorities here in this country, including on the National Health Service. We can take back control of our immigration system. Ruim een maand later stemt het Verenigd Koninkrijk nipt voor een Brexit. Hun eigen grenzen, controle over migratie, dat was voor vele Britten een doorslaggevende factor bij hun keuze. Bijna 4 jaar later, met Johnson als premier, komt er een nieuw immigratieplan. This is the first time in nearly 40 years where the British government will be in control and will determine its own immigration policy and will also be able to determine the type of system that it will be in control of. 70 punten, dat is het streefdoel voor wie vanaf 1 januari 2021 aan de slag wil gaan in het Verenigd Koninkrijk. Vereisten zoals een jobaanbieding, vakkennis en kennis van het Engels zijn niet onderhandelbaar. Die moet je hebben en lever je samen 50 punten op. Ligt je loon op £25.600 per jaar of daarboven, dan scoor je nog eens 20 punten en ben je in business. Met een jaarsalaris tussen £23.040 en £25.599 scoor je slechts 10 punten. Wie nog minder zou verdienen, scoort 0 op de loonvereisten. Mensen met een laag inkomen kunnen bijvoorbeeld wel aan 70 punten komen door voor een knelpuntberoep te kiezen. Of een doctoraat in een bepaalde sector levert je ook extra's op. We are no longer going to have a route for low-skilled workers to come to the UK. This will now be a single global system that does not discriminate as to whether or not you've come from the EU or from outside of the EU. This will be a single global system based upon the talents and the skills linked to the points-based system. The government's error is to assume that just because your job is relatively low paid, it's not important and it's not of value. Het is opvallend dat de Britse regering met dit plan in de toekomst EU-burgers en niet-EU-burgers op precies dezelfde manier wil behandelen. Al zal het voor burgers uit de Europese Unie wel nog mogelijk zijn om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen en er 6 maanden te blijven zonder een visum. Critici vragen zich af of alle banen nog wel ingevuld zullen raken. De regering weerlegt die kritiek en roept Britse bedrijven op om Britse werknemers op te leiden om al die vacatures in te vullen. We gaan nog even naar Groot-Brittannië, naar Glasgow. Daar is Suze van Kleef, NOS-correspondent daar. Goedenavond, mevrouw van Kleef. Ja, hoe zijn de reacties in Groot-Brittannië? Zijn de Britten blij met dit plan? Nou ja, voor de Brexit-stemmer was het ongemak over immigratie een van de belangrijkste redenen om voor Brexit te stemmen. Dus die staan te juichen op dit moment. En er is natuurlijk ook heel veel kritiek aan de andere kant bij de politieke tegenstanders. Bij Labour zeggen ze dit creëert een vijandige omgeving waardoor het moeilijker is om werknemers aan te trekken. Bij de SNP, de Schotse partij, zeggen ze dit is verwoestend voor de Schotse economie. En bij de Liberaal-Democraten zijn ze het meest uitgesproken. Daar zeggen ze dit is xenofoob. En de Britse regering die verdedigt zich, die zegt het wordt alleen maar eerlijker, want we hadden 2 immigratiesystemen. 1 voor EU-inwoners, 1 voor niet-EU-inwoners. Dat wordt er nu 1. De regels worden voor iedereen gelijk. Het speelveld wordt gelijk. De kansen worden gelijk. Dus het wordt alleen maar eerlijker. Maar vast staat in elk geval dat het een impact zal hebben, moet hebben. Dat is de bedoeling op de arbeidsmarkt. Met name op werk voor laaggeschoolden. Wat kunnen de gevolgen zijn of zullen de gevolgen zijn?
Ja, dat wordt natuurlijk heel interessant, want die komen vaak niet aan dat minimumsalaris van 25.000 pond. En dan merk je dat er hier al in heel veel sectoren de noodklok wordt geluid. Want bijvoorbeeld de NHS, de gezondheidszorg, die drijft op die EU-immigranten. Maar ook in de horeca, hotels, restaurants, daar is dat heel erg belangrijk. Je ziet het in de groente, fruitplukkerij. Dat zijn allemaal belangenorganisaties die op dit moment zeggen, dit kan voor ons heel erg schadelijk zijn. We krijgen te maken met enorme tekorten bij ons. En de Britse regering die zegt, nou, dat zal allemaal wel loslopen. Dat kan wel worden opgelost door mensen die nu al in het Verenigd Koninkrijk wonen in te zetten. Dus dat gaat allemaal wel goed komen. En zij zeggen, die bedrijven die moeten gewoon veranderen. Die moeten niet meer zo afhankelijk zijn van goedkope arbeidskrachten. Hoe zit dat bijvoorbeeld voor iemand in jouw situatie als freelancer? Ja, dat is heel interessant. Kijk, het is voor mij verandert er op dit moment niets, omdat ik hier al woon. En dit nieuwe immigratiesysteem, dat start pas op 1 januari. Maar ik heb wel even gekeken dat als ik op 1 januari hierheen zou willen verhuizen, hoe dat dan voor mij zou zijn. Nou, dat zou dus heel erg moeilijk worden, want ik voldoe niet aan de eisen, de standaard eisen. Dus die gaan vaak over dus dat minimuminkomen van 25.000 gegarandeerd en dat je een baan hebt. Ja, dat heb ik niet als freelancer. Dus dan moet je gaan kijken naar de uitzonderingen. Nou, dat is een heel complex proces waar heel veel eisen aan gesteld zijn. Bijvoorbeeld dat ik mensen in dienst zou moeten nemen. Nou ja, dat kan ik niet. Of dat ik een innovator ben, dus dat ik een heel erg interessant businessplan heb. Nou, dat heb ik ook niet. Dus ik zou het heel erg moeilijk krijgen om hier te mogen vestigen. En ik ben niet de enige. Als ik kijk naar wat het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt, die zegt dat 70% van de huidige 3,2 miljoen EU-inwoners die hier wonen, niet in aanmerking zou komen voor vestiging onder deze nieuwe regels. Het valt ook op, Priti Patel, de minister voor Binnenlandse Zaken, we zagen haar in de reportage, die moest in een radio-interview toegeven, ja, eigenlijk, mijn ouders zouden ook niet meer terecht kunnen in de VK als dit plan toen al in voegen was geweest. Maar daar maakte ze geen probleem van. Het leek alsof ze een beetje suggereerde, ja, kijk, dat is nu zo, na mij, dat is een probleem voor anderen. Nou ja, zij zei, kijk, dat is precies het punt. Beleid verandert. Het immigratiebeleid gaan we nu veranderen. Dus er gaan nieuwe regels gelden. En er is ook wel heel veel kritiek op deze handelswijze. Hè. Mensen zeggen, dit is echt wel korte termijn denken ook. Want mensen gaan vaak naar het Verenigd Koninkrijk als ze jong zijn. Als ze dus nog weinig verdienen. Als ze onderaan de arbeidsmarkt starten. En dan gaan ze op een gegeven moment carrière maken. Meer verdienen. Meer belasting betalen ook. En op andere manieren bijdragen aan de samenleving. Die mensen krijgen kinderen. Kinderen die ook weer op hun manier gaan bijdragen aan de samenleving. Bijvoorbeeld door minister van Binnenlandse Zaken te worden in het geval van Priti Patel. Ja, dat zijn mensen die je dus op deze manier buitensluit, omdat ze op het moment dat ze willen verhuizen nog niet genoeg verdienen. Dus nog niet economisch interessant genoeg zijn. Tot slot, Suze. Is dit nu een plan dat er zo zal doorkomen? Of is het toch eigenlijk ook een manier voor Boris Johnson om te communiceren met zijn achterban en wil hij zich vooral daadkrachtig tonen? Nou, ik denk dat dit wel een indicatie is van hoe de regering Johnson wil omgaan met die immigratie in de toekomst. Kijk, het White Paper of Immigration, dus de gedetailleerde plannen, die zijn nog niet gepubliceerd. Maar dit zijn wel gewoon de hoofdlijnen. Dus ik denk dat we dit kunnen gaan verwachten. Wat ook nog interessant wordt, is of ze het gaan redden om dit voor 1 januari allemaal te implementeren. Want de vorige grote verandering in het Britse immigratiesysteem kostte 4 jaar om te implementeren. Nou, dit moet dus allemaal voor 1 januari bij het einde van die transitieperiode geregeld zijn. Dus dat is een heel ambitieus plan van de regering Johnson. Dus we gaan zien of hem dat lukt. Suze van Kleef, heel hartelijk dank. En bij ons Hanna Beyres, u bent directeur van het Migration Policy Center met betrekking tot Europe. Wat denkt u? Kan dit geïmplementeerd worden, zo'n ambitieus plan? Ja, het klinkt natuurlijk heel goed op papier, maar om dat dan in de praktijk om te zetten, heb je toch wel een goede administratie nodig. En dat vergt eigenlijk 3 zaken. Aan de ene kant heb je dus eigenlijk een mechanisme nodig die in kaart brengt waar de arbeidstekorten zijn in bepaalde sectoren en dan welke dat je gaat opvullen met migranten. Dus dat is één zaak. En zij hebben wel een adviescomité die hun daarbij bijstaat, die eigenlijk onafhankelijk is, onpartijdig en eigenlijk bestaat uit gerespecteerde academici. Dus die zijn er wel al. Daarnaast heb je ook eigenlijk een duidelijke lijn nodig van wie dan in aanmerking komt eigenlijk voor die posities.
En dus daar heb je dus het puntsysteem dat ze mm-hmm. juist uitgelegd hebben. En dan de derde zaak is, eenmaal dat er aanvragen zijn, kun je op een snelle en efficiënte manier eigenlijk beslissen wie dan al dan niet binnen mag. En hoe doe je dat dan? Ja. Of hoe doen zij dat? En dat is natuurlijk, daar knelt het schoentje wel in een zekere mate, omdat dat, zeker als je weet bijvoorbeeld nu met het EU Settlement Scheme, zijn er 3.200.000. Dat zijn hele grote EU-burgers, hè? Dat is gewoon ongelijkaardig. En dan is het wel heel belangrijk dat je dus een systeem hebt, eigenlijk meer niet een papieren systeem, maar bijvoorbeeld een digitaal systeem. Dus dan gaan ze echt kijken wie ben je, wat is je draagkracht, hoe kom je binnen, met welk profiel. En op basis daarvan. En daar hadden wel al een puntsysteem in het verleden. Dus het is eigenlijk een herlancering. Dus ze hebben daar wel al administratieve krachten daaromtrent. Puntsysteem voor niet-EU-burgers. Ja. En dan ze zijn ook, als je kijkt naar Canada, zijn ze wel ook in de Verenigd Koninkrijk voorlopers om eigenlijk bepaalde systemen uit te werken of uit te testen van hoe sla je erin op een digitale manier zo snel mogelijk informatie te verzamelen van die aanvragers. Hè. Dus in zin van digitale informatie, sporen die je zelf laat, kruispuntbanken, dat soort dingen. Dus bijvoorbeeld, welke belastingsinformatie hebben we over jou, residentiestatus. Maar ook daarnaast gaan ze eigenlijk aan data scraping doen, dus waar ze eigenlijk online kijken van welke informatie dat er beschikbaar is over de arbeidsmarkt of over zij die proberen mm-hmm. daarop... En zo proberen ze dat te matchen. Mm. Maar op zich, zegt u, ze brengen in kaart waar de noden zijn en daar leiden ze mensen naartoe. Dat is de essentie van het plan. Ja. Denkt u dat dat impact zal hebben op hoeveel en wat voor mensen nog zullen proberen naar het Verenigd Koninkrijk te raken? Wel, aan de ene kant, zoals Suzy daar juist zei, als je weet dat 70% van de EU-burgers niet in aanmerking komen, dan is het natuurlijk heel belangrijk dat mensen dus die aanvraag doen via de EU Settlement Scheme, dus voor EU-burgers. Dus daar heb je wel 3.2 en daar zullen er ook mensen kunnen via gezinshereniging ook naar de UK komen. Ja. Dat EU Settlement Systeem, even voor alle duidelijkheid, geldt voor mensen, EU-burgers die nu al in de UK wonen en die tijdens de Brexit-jaren, zal ik maar zeggen, afgelopen Brexit-jaren al een procedure doorlopen om dat te legaliseren. Ja. Dus dat is een vijver waar dat de werkgevers al kunnen zullen uitvissen. Dus dat is een belangrijke. Daarnaast heb je natuurlijk de geschoolde arbeid. Mm-hmm. En daar zien we natuurlijk dat landen zoals Canada, Australië, die voorlopers zijn in de Verenigde Staten over arbeidsmigratie en daar een sterke traditie hebben, dat die wel eigenlijk vaak kiezen voor dat systeem dat eigenlijk heel duidelijk geeft naar de werkgever, dit is het soort arbeidskracht dat je mag zoeken, maar ook eigenlijk een duidelijke communicatie naar de migratie toe van als je aan deze criteria voldoet, dan mag je wel een aanvraag doen. En zolang dat werkt, is dat wel een goed systeem in vergelijking in Europa. Daar gaan we op een heel andere manier aan het werk. Daar gaan we eigenlijk echt zeggen van de overheid mag een belangrijke rol spelen in de beslissing wie er op dit landgebied komt. Eerder de overheid dan de werkgever. Zeker. Dat is daar is het echt omgekeerd. En daar is eigenlijk alleen maar Zweden heel dicht bij het Canadees systeem. Daarover zo meteen nog even meer. Maar nog even, denkt u dat het een invloed kan hebben op het aantal transitmigranten dat nog door ons land probeert of via Frankrijk probeert de VK het Verenigd Koninkrijk te bereiken? Zijn die daar op een of andere manier mee bezig? Of? Wel, die zullen blijven komen. Want daar heb je natuurlijk, als je luistert naar het systeem, het is vooral gericht op geschoolde arbeid of hooggeschoolde arbeid en niet op ongeschoolde krachten. En daar, dus wie ten einde raad is en toch de oversteek wil wagen, asiel wil aanvragen, in het zwarte circuit wil proberen aan de slag te gaan, die kan dat? Of zal die dat kan dat zal blijven doen. En dat is ook een van de redenen waarom dat er eigenlijk zoveel mensen tot nu toe ook naar de Verenigd Koninkrijk gaan, is omdat dat eigenlijk wel vaak mogelijk is. We hebben gezien dat in 2019 dat er bijna 2000 oversteken waren in vergelijking met 300 in 2018. Mensen proberen nu op allerlei manieren om toch in het Verenigd Koninkrijk te raken. En dat zal dit plan niet veranderen. Nee. We hebben wat rondgebeld vandaag. Het leek erop alsof aan EU-kant men een beetje verrast was in snelheid gepakt, dit niet had zien aankomen. Mm-hmm. Kunt u zich dat voorstellen? Kan dat kloppen? Ja, zeker. Ja, het lijkt wel of het plan twee functies heeft. Aan de ene kant
zoals we daar juist hoorden, een communicatie naar de achterban. Kijk eens, we hebben wel een visie, we hebben wel een plan en we gaan het zo doen. En zo, ja, ook met dat zinnetje van taking back control over our borders. Dat soort zaken. Dus dat is het ene. Maar het andere luik lijkt ook wel dat het een sterke zet is in de onderhandeling met de EU. Het is bijna een eenzijdig voorstel. En dat eigenlijk een beetje de elephant in the room ontwijkt van en wat met de EU-burgers. Dus ja, daar lijken ze toch wel... Ja. Ze doen een openingszet eigenlijk in die onderhandelingen voor die officieel begonnen zijn. Want dat was volgende maand het geval. Inderdaad, het lijkt wel... Maar ook bereid dan om toegevingen te doen, denkt u? Want dan zetten ze wel heel hoog in, natuurlijk. Ja, wel, dat lijkt wel in de lijn van hoe dat Boris Johnson en zijn minister Dominic Cummings aan beleid doen of aan onderhandelingen doen. Is echt zo'n beetje met de baseball bat. En we zien wel hoe dat de tegenstander dan opstaat en met wat zij dan over de brug komen. Maar dat is inderdaad wel een heel... sterke zet. Er is, dit is ook in het plan wordt er wel aangegeven dat dit de eerste stappen zijn. Mm-hmm. En we weten van een paper van, dat dateert van in 2018, waar dat Verenigd Koninkrijk dat al besproken heeft, dat ze wel ergens een kier openlaten van er is mogelijkheid voor voorkeursbehandeling voor EU-burgers. Ja. Dus hopelijk zien ze dat als één manier om te kijken of dat de EU dan met iets anders over de brug komt. Ja. Tot slot even terug aanhaken bij wat u zei over verschillende Europese landen die ook hiermee experimenteren, als ik het zo mag uitdrukken. Dat is misschien een beetje een raar woord, maar politici die nu opperen, dit moeten wij bij ons ook hebben. Hebben die een punt? Wordt daarover gedacht? Hoe zit dat? Ja, er is heel veel interesse in de arbeidsmigratie, omdat er de voorspellingen zeggen dat arbeidstekorten alleen maar zullen groeien in Europa. En dus zie je zowel dat in Duitsland, vorig jaar hebben ze een nieuw plan gelanceerd. In Frankrijk heeft president Macron ook gezegd van we gaan iets nieuws bestellen, er moet een hervorming komen. We zien het in andere landen ook, maar tot nu toe wordt dat echt wel zeer apart ontwikkeld. En niet onder een EU... Nee, dit is echt... En dus zijn we... Eigenlijk wel nog steeds in competitie met elkaar van hoe krijgen we die goed geschoolde arbeiders of die toch beantwoorden aan onze tekorten hier in ons land. En niet op een Europese manier. Maar... Boeiende discussie. Blijven het volgen. Dank voor de komst, Hanne Beyres. Dank u wel. Dit was Ter Zake. Heel fijn dat u keek. Heel graag tot morgen. Over naar de afspraak.